aan. Maar toch nog steeds leven. Dat is ook niet realistisch. Dat is kei realistisch. Auw. Oké, zodat ik de melding krijg. Dat ik ben begonnen. Ik ben toch begonnen? Ja. Is de video echt al lang. Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Vandaag gaan we een nieuwe serie doen. Steenrijkstraat, Arm seizoen 2. Weet je of dat mensen een beetje... ik zou een beetje... Er wordt ook een soort van... Begin van de eerste video komt even de trailer. De vorige keer zijn we geëindigd met... ik was arm. Ik ging boodschappen doen. Giel rijdde mij aan. Martijn rijdde Lisa aan. Hij werd verliefd op mij. Hij gaf mij heel veel geld. Ik werd rijk. Uiteindelijk heb ik hem vermoord. Ik kreeg zijn geld. Ik erfde alles van hem. Ik hoorde zijn geest. Een beetje. Dan komt het trailerstukje. Ik ben rijk. Giel blijkt iets. Martijn blijkt nou. Een soort van herboren te zijn in een ander lichaam. Maar hij gaat mij opzoeken. Op zoek naar wraak. Nou, ik zou zeggen, veel plezier met kijken. Laten we beginnen. 3, 2, 1, let's go. Voor dit ook nog. 3, 2, 1, begin. Sorry. Even kijken. Het kantoor. Ik ben nog steeds arm. Ja. Daar. Oké, dat is een gekke auto. Radio. Ah, die kan wel aan. Doe maar blue, Arik. Misschien komt er wat Arkanon erop. Doe maar deze. Erik! Hey Boris! Hey Debbie! Leuk! Even kijken, even doorgassen. Oh! Sorry Chloe! Nou... Alexandra, dat kan je echt niet maken, joh. Oké, Rem. Oké, er is iets mis met de banden en het stuur. Oké, hij doet het weer. Oké, hij drift een beetje. Blue. Heb je money voor mij? Iemand heeft een klein beetje geld. Hallo, mevrouw. Hey, wacht eventjes. Heb jij een beetje geld voor mij? Wat met wat u? Geld. Waarvoor? Gewoon voor mijn leven. Hoezo leven? Ja, ik heb niet veel geld. Dat zie ik. wacht eens eventjes. Ik herken jou ergens van. Hoezo? Stem jou. Ja, jouw stem kwam me ook al bekend voor. Ja.
Hoe heet je eigenlijk? Kom maar even mee naar binnen. Dan praten we daar verder. Oké. Oké. Godverdomme. Kut. Ik kan hier nu wel doodgaan. Ik moet even snel iemand bellen. Oké. Snel, lastig. Help, help, help. Dankjewel. Fijn dat je even het papier van het kopiëren had aanvuld. Hoe heet het? Ja, kom maar even mee naar binnen. Ken jou waar het van? Ja, ik snap het. Ik snap het. Je kent mij. Boeien. Ja. Maar waar? Waarvan je mij kent? Ja. Dat weet ik veel. Ik ben miljonair. Ik heb in de krant gestaan. Omdat mijn geliefde man ooit een keer is overleden. 9 maanden geleden. Hoe? Oh, echt? Oeh, nou weet ik het. Heet jij Lisa? Ja. Is die meneer man die 9 maanden geleden is overleden, heet die Martijn? Ja. Lisa Carrington. Aangenaam. Martijn Schotland. Volgens mij was dat het. Ja. Zoiets. Ja. Ik heb nu wel een andere naam. Zo, ik. Jij hebt een naam. Ja. Ja, dat jij een andere naam hebt als mijn man, vind ik niet zo raar. Herken jij mij niet? Nee. Je doet een beetje of dat je mijn man bent, maar mijn man was destijds een witte man met blond haar. En een bril. En dat heb jij niet. Nee, dat komt omdat ik jouw man niet ben. Nou, mooi. Zijn we het daarover eens? Dat kan niet. Ja, ben je voor iemand van vroeger die meteen denkt dat hij mijn dinges is? Man. Oehoe. Heeft u ook een naam dan misschien? Voor en achter? Martijn. Ja, nu? Oh, jij heet nu ook Martijn. Jij heet nu Martijn, oké. Linda. Martijn. Martijn. Schotland. Meestal Martijn Schotland. En dan niet Schotlands met een S zoals mijn man, maar Martijn Schotland. Ja. Martijn Schotland met een S. Staat maar op de zwarte lijst. Martijn Schotland met een S. Was miljonair. Heeft alles geërfd aan ene mevrouw. Lisa. Achternaam van die mevrouw graag. Carrington. Op ene Lisa Carrington. Met een? Tom. Tom. Dus niet met een S of een C. Hou met een C. Kan je het spellen voor mij? C. A. C. A. C. A. R. R. T. Carrot. Zet maar erin wortel. T. O. N. Oh, ik weet al wie jij bedoelt. C-A-R-R-I-N-G-T-O-N. Carrington. Ken je die mevrouw misschien? Nee, ken ik niet. Lisa Carrington. Hoe heet jij? Valerie Lely. Oké.
Nou, dan heb ik hier niks te zoeken dan. Met het bedrijf van mijn vader vernoemd naar Stonossos. Ja, dan zou ik het fijn vinden dat hij gaat. Mevrouw, zou u heel misschien... hoe heet dat? Mijn Corvette T10 kunnen neerzetten. Dank u wel. Even kijken. Hey Mike. Met Lisa. Zou je misschien enige informatie kunnen navragen over ene Martijn Schotland met een S. Precies zoals de Martijn van 9 maanden geleden. Ja. Dankjewel. Ja, ik spreek je nog wel. Wel wanneer je informatie hebt. Dank u. Doeg. Wat ik nu ga doen. Ik heb een afspraak bij de autogarage. Dus ik kan momenteel niet. Maar ik hoor het al wanneer je iets hebt. Ja? Nou, doeg. Bel me. Ja, zal ik doen. Doei. Dieg. Even kijken. Autogarage zit. Daar. Ik mis echt mijn chauffeur. Dat is wel mooi. Even kijken. Deze kleur doen we in het mat. Rood. Ja. Zo, ik ben klaar. Even kijken. Hallo mevrouw, wacht. Hé, heb jij wat geld? Oh, je bent daar, die ben jij. Hey, weet je, ik was vroeger jouw man. Ik was blond en niet donker. Ik was keirijk
Ik reed in een Jaguar. Ik had een grote Jeep. En ik woonde in de bergen. En ik had jou... Jij was vroeger heel arm. En ik gaf jou jouw eerste huis, je eerste auto, je eerste brommertje, je eerste motor volgens mij ook nog. En je eerste rijlessen ook nog zelfs. En nu? Oké, wapen weg, wapen weg. En je had een wapen. Ja, lekker. Oké. Hoe en weet jij dat? SMG. Gewoon omdat ik vroeger je man was. Oké, ben je een of andere creepy fan of stalker? Blijf daar, ik ga nu de politie bellen. Nee. Don't call the cops right now, right now. Hey, niet de politie bellen, hè. Niet de politie bellen. Er staat hier een of andere enge man die allemaal dingen zegt over mijn dode man. Over zijn verleden. En hij komt een beetje over als een stalker. Oké, dankjewel. Echt wel, pas op, ik laat schieten in je hoofd, hè. Hé, hey, dit ding had ik je gedaan. Maar, ik doe je toch helemaal niks aan, dus... Nee, nog niet. Totdat je daar in één keer een mes pakt. Ja, de politie zijn ook niet gebeld. Ik heb helemaal niks. Voel je in mijn maag. Hey. Schimmig. Ga al weg, joh. Nee, dank je. Daarboven! Godver, kom dat toch ook uit je klote auto? Kom! Ah! Ik heb helemaal niks misdaan. Auw! Ik dankjewel. Heb helemaal niks gedaan. Stop nou. Auw. Oh. Ik ga al weg joh. Jemig. Hell, fuck. Ja, dan weet ik dat hij west gaat. Nee, niemand geeft op. Fuck is hij? En je creep. Instappen, loser. Auw. Oké, ik stap al in. Ik wel. Oké, nu gaan we even een ouderwets potje rijden. Ouderwets. Ja. Dat is je stink oma. Ik heb ineens een auto. Ja. Eemig. Dan kan je wel zien aan je outfit. Wat ga je nu doen? Ga je me verkrachten of zo? Io. Ja. Als ik hem wacht toe, ga ik wat naar de HEMA. Die bieverworstjes van de Jan Linders. Die smaken echt nergens naar. Dat is geen sluikreclame trouwens. Ik ga wel even hier vragen om geld. Hallo! Nice car, heb je wel geld? Nee! Wat doe jij? Waarom? Dit is de auto van mijn buurvrouw. Waarom steek je die in de fik? Ik steek hem niet in de fik. Die gaat in een beetje benzine bij de auto. Oké, waarom? Want die mevrouw altijd een stinkauto. Op mijn oprit zet. Daar heb ik geen zin meer in. Oké. Ja. Ik ga je wel om geld vragen. Hey, wat doe je? Wat doe je? Dat gaat naar de auto toe. Snel, lus het. Lus het. Lus het. Lus het. Lus het. Auw, 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 auw. Ren, ren. Hij gaat te ploffen. Ga weg.
jaar of zo. Oh, ik ging wel net zeggen, gaat hij nou niet ontploffen? Maar dat doet hij dus wel. Oh mijn god, wat gebeurt er, wat gebeurt er? Nou, brandweer, 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 brandweer. Oh, waarom is die man ook zo saai? Kijk, daar komt de brandweer aan. Maar meneer. Oké, ja? Een gesprek. Vertel dan nog eens over mijn man. Echt iets wat niemand anders zou kunnen weten. Dat jullie misschien. Ja. Ja? Dingetje, dingetje hebben gedaan. Oh, je bedoelt Wubu. En in een. Ja, als en in. Jij hebt hem. Nee. Aubergine, persik, dingetjes. Jij wou heel graag een penthouse bij de casino. En. Jij had even later ook een of andere Corvette. Gekregen voor. En die had ik gekregen voor. Weet ik veel. De echte Martijn zou dat weten. Die heb ik gekregen. Of het was van het wiel van de casino. Ik had die gekregen of van Martijn. Het was van je. Maar waarom? Ja. Of het was omdat je hebt een auto gekregen van de dat je rijexamen hebt gedaald. Je hebt een auto van de casino het view heb je gekregen. Je hebt een auto van de omdat je een missie had gedaan of zo. Nee. 28ste verjaardag. Oh ja, en je 30ste verjaardag had je die. Kabeljong. Ik die nog maar 29 ben. Nee, grapje. Je had wel gelijk. En? Nu? Maar hoe kan dit? Maar, oké. Nou, wanneer kreeg ik mijn... Ik ben nou... Wacht. 30. Oké. Waar de fuck ben je? Hier ben je. Dat verstaan. Maar... Hoe kan dit? Want ik geloof ik je nu wel. Ik ging dood toen jij 28... Niet, ik ging dood toen op mijn 30ste verjaardag dacht ik dat je geen cadeautje had gekocht. Dus ik besloot jou neer te schieten. Ja. Toen ik naar huis liep om nieuwe kleding aan te doen... stond er een nieuwe auto in de garage. Dat is precies wat ik wou zeggen. Alleen... Hoe kan het nog dat jij hier staat en dat je er zo anders uitziet? Nou, dat komt omdat ik in mijn geest is tevoorschijn gekomen. En het komt omdat ik goed voor de wereld wil en altijd geld voor wacht, dingen... Wacht. Goeie doel. Ik heb laatst gelezen dat er, als je iemand... op een heftige manier is omgekomen zonder enige reden dat die mensen in demonen veranderen en het lichaam van iemand anders kunnen overnemen of zoiets. Mm-hmm. Een geest. En dat heb ik dus ook gedaan, alleen dan weet je niet wie en ik heb dus een heel arm persoon overgenomen. Express of voor ongeluk? Wat? Overgenomen. Het arme persoon. Nee, dat neem je. Nee, oh, nee, dat gebeurt gewoon. Nee. Ja, die man wist maar, te veel. Maar. Ja, dus je weet nu wie ik ben. Oké. Okay.
Wat wil je? Van mij. Waarom kom je terug? Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Ik kwam helemaal niet terug, ik kom jou gewoon tegen. Waarom kom je terug? Nou, dan kan ik wel vertellen waarom ik terugkom. Wil je het weten? Ja, vraag te ik toch. Pannenpiemel. Ach. Leuk schelmoord. Helemaal niks. Lang over nagedacht? Jacobmans. Oké. Maar mijn geld is niet zoveel. Dus mag ik geld terug, please? Hallo? Ja, natuurlijk. Ik was even aan het nadenken. En de auto's. De ene, de Zentorno. De Lamborghini. Heel misschien heb ik al je auto's verkocht. Oh, jij gaat geld geven. Jij gaat geld geven. En dat geld geïnvesteerd en kwijtgeraakt. Toch niet aan de casino, hè? Niet allemaal. Ik denk misschien... Dat is niet allemaal. Van die 1,7 miljard denk ik misschien maar 500 miljoen. Oh mijn god. Je kan dan niet boos worden, want al jouw stinkbedrijven waren ook niks waard, dus daar had ik ook niks aan. Dus hoezo? Ja. Dat komt omdat je dan niet goed, dat die al die bedrijven, daar moet je dingen voor doen en dan krijg je goed verdiend, word je goed verdiend. Ja, die dingen zoek ik dus niet. Nee, dat komt omdat je te lui bent. Wacht. Wat zeg je? Jij komt na 9 maanden kom je terug. Ga je zeggen dat ik lui ben? Ja, maar ik zit al die 9 maanden. Ik ben 1 dag in de hemel geweest, ja. Oh, en toen werd je er zeker uitgegooid als vergissing fout. Nee, toen ben ik al meteen in het andere lichaam. En ik heb nu al 1000 euro bij elkaar gespaard, terwijl ik met 1 euro begon. Dus, ik ben niet lui. En fit. Jij koopt zo'n stront hakken en verspilt je geld in kleding. En wapens. Dat je ook gewoon goede vuisten kan gebruiken. Kut! En je wordt af. Ik ben midden in het gesprek. Doe het niet zo kut. En je koopt. Oké, dit is wel een mooi autootje. Oh, ja, ik kan niet zo goed meer rijden. Help. Oh, ik kan jouw auto zo neerzetten. Zodat hij de garage in gaat. En als jij nu instapt bij de garage. Auw. Zo, die verdovingspijlen werken wel. Dan moet die detective hebben. Hey Mike, ben ik weer. Heb je al iets gevonden? je hebt niks gevonden. Niks gevonden, nog niks. Al bijna. Oké. Ik ben nu. Ik heb nu bijna van alles gevonden. Maar kan stoppen met het onderzoek. En waarom? Weet ik niet. Nee, doe maar niet. Ga maar wel verder. Okay. Je moet niet gaan kijken naar uiterlijk, want hij heeft wat plastic chirurgie genomen of zo. Oké.
Dat is wel een moeilijk dan, maar het was goed uit. En ik had gezegd dat je niet wil kijken naar mij, Martijn. Maar misschien kan je daar toch maar naar kijken. Kijk naar iets naar bankafschriften of iets in die richting. Ja, ik heb wel gevonden dat, dat mensen die goed doel werkten en als ze werden gedood om geen reden of overlijden, dan hebben ze kans op herreizen tot opnieuw te leven komen. Wat heeft dat te maken met Martijn? Dat weet ik niet. Maar dat heb ik gevonden. Oké. Okay. Ik denk dat jij misschien nog wel mijn leven herinnert als Essa. Superheld, je weet wel. Oh ja. Ik denk dat ik dat leventje maar weer eens moet oppakken. Oké. Nee, kut hoor. Ik ga weer verder met onderzoeken. En dan eerst ga ik slapen, want ik ben erg moe. En dan zie ik jou, ben ik jou wel weer een keer. Laat mij. Ja. Is goed, Mike. Ik spreek je. Ja. Ik denk dat ik eerst wel mijn oude kleding uit de kast moet halen. Nu naar de kapper nog. Even kijken, waar zit een luxe kapper? Die zit daar. Ik ga mijn handen achtervolgen. Thank you.
zet hem wel hier neer. Hallo. Hi. Hallo mevrouw, daar ben je weg. Waarom loopt dit weg? Ja, dat is precies wat ik nodig heb. Dankjewel. Ja, ik vind het prima zo. Ik ben klaar. Oké, een sanity onderplaatsen. Onder de auto. Zo.
Even kijken hier. Naar rechts. Bedankt voor het kijken. Tot.